Kolwijk. Matthij, ja, die is dichtbij. Tussen twee spelers van PEC Zwolle in komt hij toch nog aan koppen toe. De centrale verdediger van Excelsior. Saimak, vrij eenvoudig van de bal gelopen door Bruins. Bruins vervolgens met een oogstrelende paas. Elbers, Kolwijk vrij. Hier is Kolwijk met de kans. Ja, dan komt hij net iets van handelingssnelheid tekort, Ryan Kolwijk. En wordt zijn schot er nog uitgehaald. Maar Excelsior voetbalt nog altijd beter dan PEC Zwolle. Dat blijkt ook hier weer. Loopactie van Karami, op waarde geschat door Matthij. En dan moet Mokhtar dus helemaal achter Karami aan. Van Duinen. Goed samengespeeld weer door Excelsior. Voorzet is ook goed. Daar is de volgende mogelijkheid voor Elbers. Vermeulen. Karami. Kan echt voetballen, de rechtsback van Excelsior. Lekker schot. Galit Karami. PEC Zwolle mag van geluk spreken dat het niet achter staat halverwege. Misschien kan het zelf nog een keer gevaarlijk worden. Maar dat zou dan eigenlijk voor het eerst zijn in deze eerste helft. Matthij ter nauwe nood ingegrepen. Bijna was daar de kans nog voor Quincy Menig. Van der Hart. Van Duinen jaagt de boel op. Verdonk. Knap verlengd. Door Quincy Menig. Easy Boué. Mokhtar, dit ziet er al veel beter uit. Wat PEC Zwolle betreft, dit is een kans en een goal. Van Quincy Menig. En zo staat PEC Zwolle na 3 minuten in de tweede helft op voorsprong. Het is meteen raak voor PEC Zwolle. In de openingsfase van de tweede helft. Tweede doelpunt van het seizoen voor de spits. Dit is zijn eerste in de Eredivisie sinds 5 augustus. Simpel verdedigd door Verdonk. Mokhtar, Holla in de problemen gebracht door Younes Mokhtar. Van Duinen. Lekkere knal, maar wel recht op de keeper af. Danilo Pantic. Via de muur en dan valt hij voor Kolwijk. Alleen die krijgt de bal niet richting doel. Nu een aardig schot. Nou ja, het gaat wel ruim naast van Freddy. Thomas. Bereikt Quincy Menig niet. En inmiddels ligt Luigi Bruins geblesseerd op de grond. Wisselen kan niet meer. Dat heeft Van der Gaag inmiddels 3 keer gedaan. Hij zal even door moeten bijten, Bruins. Wordt hier verder behandeld. Warmerdam. Bruins wil wel terugkeren. De scheidsrechter heeft het signaal al gegeven dat Bruins ook terug mag. Dus loopt hij weer het veld in. Easy Boué. Menig. Easy Boué. Maakt de ruimte voor Quincy Menig. Thomas wordt weggedraaid bij Hadouir. Ryan Thomas. Warmerdam. Grote passen. Mokhtar. Naar binnen komen en uithalen. Younes Mokhtar. Zoals hij dat al zo vaak heeft gedaan. Maar hier is de redding van Muiters. Dus Excelsior leeft nog. Heeft hij dan de bal wel weer heel snel aan de tegenstander. Dus kan PEC weer. Thomas. Menig. Dikke kans. Dat had de 0-2 moeten zijn. En voor Bruins is het toch einde oefening. Excelsior met z'n tienen. Schenkenveld. 88ste minuut. Hij heeft nog energie genoeg. Thomas. Is nog fris. Warmerdam. Warmerdam zelf, sterk, goede actie, goede goal. Hij maakt hem weer, net als tegen Twente, Warmerdam. En dit is wel de beslissing. 0-2. Django Warmerdam. Beslist deze editie van Excelsior tegen PEC Zwolle.
PEC Zwolle boekt de tweede overwinning van het seizoen. En de eerste uitzegen sinds 19 februari. Dus gaan de punten naar Zwolle.